Ik ben natuurlijk alweer helemaal in vakantie-Soleil outfit, ook een beetje zin in. Ja, zeker dat. En zeer zeker de eerste keer. Vorig jaar is het helaas niet gelukt vanwege geringe belangstelling. Nou, ik heb er echt naar uitgekeken dit jaar. Ja. En wat vindt u dan van dat vakantie-Soleil dit soort dagen organiseert? Ja, ik vind het fantastisch. Ja, ik volg het hele wel en wee van de ploeg via internet. En ja, dit vind ik fantastisch dat ze dit voor een fanclub doen. Ja. Ja. Hoeveel kilometer ga je fietsen? 35 tot 40. Nou, dat is wel behoorlijk zwaar hier. Ja, dat wel. Heb je een beetje getraind? Ja, wel een beetje thuisje. Dus nu kijken of je met de jongens echte profs mee kan komen? Ja. Dus als je nou je best doet, dan kun je op de Kouwberg kun je ze net voorbij gaan? Ja, misschien. Hoe ging die? Dat ging wel goed eigenlijk. Als warm, maar het is een beetje moeilijk om je krachten te verdelen als je niet weet als amateur zijnde. En je weet niet precies hoe lang zo'n beklimming is, dus dat ging wel goed. Wat was het zwaarste gedeelte van de berg? Dus halfwege volgens mij een beetje. Halfwege is hetzelfde stuk, ik weet niet hoeveel meter, maar dus ik was redelijk stuk toen ik boven kwam. Goed teken toch? En coach, tevreden? Maar wel een voldaan gevoel. Ja. Dat is het belangrijkste. Wat vindt u van de dag zover? Hartstikke leuk, super weer. Ja, goed georganiseerd. De mensen, goede instructies. Daar nemen ze ook de tijd voor. Ja, top.